3. En dat is Domek Baldwin met Rob de Vlieger aan een quote van €2.10. En op paard nummer 6 na alle deelnemers onder de €10. Nog 100 meter. De start is gevallen. De start van de Troost Sweepstakes is een feit. En het is Dutch Dynamite die naar de leiding snelt en een lengtevoorsprong neemt. Op de tweede plaats aan de binnenzijde de Queen Follow. En aan de buitenzijde meldt zich Discovery's Wish. Achter deze paarden Rob de Vlieger met nummer 3 Domek Baldwin, uw favoriet. En achter Domek Baldwin is er aansluiting voor Diola P. En aan de binnenzijde meldt zich Dindian Prince. Deelnemers gaan op weg naar de overzijde van de baan. Alle deelnemers achter elkaar, maar de weg is nog lang. 2300 meter hier op Groningen. Straks dus bij het passeren van de finish nog een volledige ronde te gaan. En in de ganse pas gaan de paarden met aan kop van het veld Dutch Dynamite. De trots van stal Dynamite. En die heeft een lengte voor. Op de tweede plaats Discovery's Wish. Tom Kooijman heeft zijn post kunnen vatten aan de reling. Daarachter dan de Queen Follow. Dat zou dus die kilometer vreter moeten zijn. En verder weg in het veld dan Domek Baldwin voor Diola P. En aansluiting is er voor Dindian Prince en Frans van der Blonk acht de tijd rijp om zijn paard naar het tweede spoor te brengen ten einde de positie te verbeteren. Deelnemers koersen af op Eindoverzijde en dat doen we met nog altijd aan kop van het veld Dutch Dynamite. Bas Krebas mag zijn eigen tempo dicteren, dat is een groot voordeel. Dutch Dynamite brengt het veld straks weer de rechte lijn voor de tribune in. Discovery's Wish op de tweede plaats en daarachter loopt de Queen Follow geen meter te veel. Achter de Queen Volo is aan de buitenzijde Domek Baldwin met aan de relingszijde Diola P. En achter Diola P is er aan de buitenzijde nog aansluiting voor Dindian Prince. Paarden komen op weg naar de finishpaal met straks dus nog één volledige ronde te gaan. 2300 meter voor deze paarden. Is dat een nieuwe afstand? Zo dadelijk komen ze op onbekend territorium. En dan eens even kijken wie over de langste adem beschikt. En dan is er misschien nog wel hoop voor augustus, wanneer de moeder aller veldslagen op de renbaan Duindicht zal worden verreden. De derby. We gaan op weg naar de voorlaatste bocht met nog altijd dezelfde koploper. En die brengt de deelnemers dan ook naar de overkant van de baan. En dat is Dutch Dynamite. Dutch Dynamite met een lengte. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Domek Baldwin. Die krijgt het niet cadeau. Aan de binnenkant Discovery's Wish. Daarachter dan de Queen Follow. En aan de buitenzijde Dindian Prince. En op anderhalve lengte daarachter Diola P. Het paard dat de laatste keer dus zo'n sterke inhaalrace maakte. Eens kijken of vandaag die 2300 meter uitkomst kan bieden. Vooralsnog ligt zijn laatste en is er nog veel te doen. De koploper Dutch Dynamite springt daar weg. En gelukkig kunnen nummer 2 galop. Overige deelnemers eromheen en wordt een hele spannende strijd, want het veld schuift volledig in elkaar, waarbij Domek Baldwin de leiding over heeft genomen. Dindian Prince aan de buitenzijde en daarachter volgt dan aan de relingszijde het nummer 5 van Discovery's Wish. Diola P in vierde stelling met Roelof Maring, die ligt er nog goed bij en datzelfde geldt voor paard nummer 1, de Queen Follow. En zo komen we in de laatste rechte lijn en het is dan de Dindian Prince, die als gigant van een outsider vertrokken is, die de leiding heeft. En die brengt het veld de laatste rechte lijn in, maar daar komt aan de buitenzijde Diola P. En daartussendoor zoekt Niels Jonge Jans verwoed naar ruimte. Vindt ook wel wat ruimte, maar is misschien aan de late kant. We gaan op weg naar de finish. En het is een fantastische strijd. Diola P. Er kon een huis op, had ik vorige keer gezegd. Maar dan was het wel heel spannend. Strijd voor de plaats ook. Ik denk dat Roelof hem pakt. Daarachter dan op één lijn. Kooijman, Van der Blonk en Rob de Vlieger. We gaan het aan de aankomstrechter overlaten. Maar